Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een ander soort video voor jullie. Ik heb namelijk geen weekvlog, maar ik heb een tag voor jullie. Heb ik nog nooit eerder opgenomen, maar ik had gewoon echt heel veel zin om een video op te nemen. En ik wilde eerst eigenlijk een video maken over hoe ik mijn wimpers en wenkbrauwen verf, maar dat is nog niet echt nodig. Dus ik dacht, ik ga gewoon een tag doen. En de tag die ik vandaag voor jullie ga doen is de Too Much Information tag. Omdat ik plaats wel weekvlogs en zo, maar ik heb nooit echt een video gemaakt over dingen vertellen over mezelf. Dus ik dacht, dat is nu wel leuk dat jullie dan via dit een beetje dingen over mij te weten komen. Oké, de eerste vraag. Wat draag je? Nou, dat is niet zo heel moeilijk, want het is vandaag super lekker weer. Dus ik heb echt iets super simpels aan. Dit shirtje van Zoe Carson en dan op je rug staat Young Gun. En ja, je ziet het niet. Ik zal wel even een aanshot hierin doen. En een glitterrokje van Boohoo. Vraag 2. Ben je ooit verliefd geweest? Ja, nog steeds. 3. Ik ga er wel een beetje sneller heen, want er zijn veel vragen. Vraag 3. Heb je ooit iets gebroken? Ik heb nog nooit iets gebroken. Even afkloppen. Oh, hier hout. Maar ik heb dus nog nooit iets gebroken waar ik echt onwijs blij mee ben. En volgens mij heb ik echt heel erg veel geluk ermee. Hoe lang ben je? Ik ben 1,59. Ik zeg eigenlijk altijd tegen iedereen gewoon 1,60. Want het is maar 1 centimeter en het klinkt gewoon net iets langer. Maar ik ben dus niet zo heel erg groot. Wat de meeste mensen misschien niet weten, omdat je dat in vlogs niet echt ziet. Maar ik ben niet zo groot. Heb je tato's? Nee, ik heb geen tato's. Ik vind wel eentje super mooi, maar het is echt een beetje zeg maar een tato als grap of zo. Ik weet niet. Zeg maar op je hielen. Die vind ik wel heel erg gaaf. Maar ik ben nog best wel jong en ik heb nog alle tijd om tato's te nemen. Dus wie weet komt er ooit een tato. Ik ben niet iemand die echt een heel arm of heel been wil hebben of zo. Ik vind tato's gewoon mooi als ze klein en subtiel zijn. Dus wie weet. Heb je piercing? Nou, ik heb oorbellen wel. Ik heb dan hier 3 gaatjes en hier 2. En ik had ooit een helix. Dat is zo'n oorbel hier. Maar die is dus gaan ontsteken en die moest er toen uit. Ik heb hem 2,5 jaar gehad en toen is die opeens gaan ontsteken. Heel raar. Niks mee gebeurd. Hij ging gewoon opeens ontsteken. En toen moest hij eruit. Dus die heb ik niet meer. Maar ik had er dus wel eentje. Waar had je voor het laatst iemand aan de telefoon? Weet ik oprecht niet. Ik denk dat dat Janie was, een vriendinnetje van mij. Ik denk dat ik haar voor het laatst aan de telefoon heb gehad. Favoriete tv-programma? Dat is sowieso Temptation Island en Love Island. Dat soort programma's vind ik echt geweldig om te zien. En dan Love Island vind ik net iets leuker. Omdat zeg maar bij Temptation Island gaan al die relaties kapot. En bij Love Island ontstaan er allemaal nieuwe relaties. Dat vind ik veel leuker om te zien. Maar Temptation Island is toch ook wel. Favoriete band? Ik heb eigenlijk niet echt een favoriete band. Ik luister gewoon muziek die ik leuk vind. Dat is logisch, maar niet echt een band of zo. Ja, vroeger was ik fan van Kus en Jumbo en Chips had je toen ook, maar nu niet meer. Favoriete liedje? Dat is denk ik... Nou, ik heb er de laatste tijd een paar, want Miel had er eentje aan me laten luisteren. One Kiss, die vind ik heel erg leuk. The Middle vind ik heel erg leuk. En I Don't Give a Fuck vind ik ook heel erg leuk. Er zijn er 3 die ik de laatste tijd een beetje luister en zo. Dus die. Hoe oud ben je? Ik ben 18. En heel veel van jullie zullen dat niet geloven. Of als jullie mij zien, zullen jullie dat niet denken. Want ik krijg ook heel vaak te horen dat ik 15 of 16 lijk. Maar ik ben echt 18. 13 februari ben ik 18 geworden. Wat is je sterrenbeeld? Ik ben een waterman. Wat zoek je in een partner? Nou, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je het gezellig hebt samen. En niet om al die kleine stomme dingen je ruzie maakt. Vind ik zo'n onzin. Dus ja, gewoon gezelligheid. Favoriete quote? Dat is die. Favoriete acteur? Ja, ik heb niet echt een favoriete acteur of zo. Ik vind, ja, heel veel mensen zeggen altijd, ja, dat is echt een slechte film. Maar ik heb dat nooit echt door of ik films slecht vind of goed vind. Ik kijk het gewoon en ik vind het gewoon leuk. Dus favoriete acteur heb ik eigenlijk ook niet echt. Favoriete kleur is blauw, zoals je wel kan zien in mijn kamer. Harde of zachte muziek. Maar ik weet dan niet precies of ze bedoelen van volume hard of zacht, want dan volume hard. Maar als het zeg maar, ja, eigenlijk gewoon harde muziek. Want ik hou ook niet van veel muziek of zo en dat is ook zachte muziek, denk ik. Ik weet niet. Waar ga je naartoe als je je verdrietig voelt? Ik ga altijd naar mijn bed. Of ik ben altijd al in mijn bed, dus ja, maar ik ga altijd naar mijn bed. Hoe lang duurt het om je 's ochtends klaar te maken? Nou, ik sta altijd een uur van tevoren op. En het is niet echt dat ik een uur vol bezig ben. Want mijn make-up, daar doe ik 10 minuutjes, 5 minuutjes over.
douchen 10 minuutjes. Dus gewoon alles bij elkaar. Ik doe gewoon heel langzaam aan in de ochtend. En dat samen is een uur. Soms ga ik nog even in bed liggen. Een filmpje kijken en zo. Dus ongeveer een uurtje. Maar ik kan het ook binnen een kwartier als het moet. Wat zijn je angsten? Mijn angsten zijn denk ik vooral donker. Ik vind het donker doodeng. Ik was vorig jaar, of 2 jaar geleden alweer bijna, was naar Walibi Friday Night geweest. Nou, ergste avond van mijn leven. Ik heb nog nooit zo hard gehuild, zo hard gegild. Natuurlijk, Friday Night is eng, want het is Halloween. Maar ook het donker vond ik gewoon zo eng. Ik denk dat ja, zo'n huis, zo'n Halloween huis, echt mijn grootste angst is. Laatste dingen die je aan het huilen hebt gemaakt. Nou, ik heb dus Love Island gekeken net. En toen moest Camilla, dat hele lieve meisje, moest heel hard huilen. En zij is zo oprecht lief dat ik gewoon daardoor moest huilen. Niet echt dat ik heel hard moest huilen, maar ik kreeg wel tranen in mijn ogen. De laatste keer dat je gezegd hebt tegen iemand dat je van diegene houdt. Nou, dat was denk ik tegen Milan. Ja. Betekenis achter je YouTube naam. Nou ja, Fleur Nijwakker is gewoon mijn voor- en mijn achternaam. Dus dat is eigenlijk echt super simpel. Laatste boek dat je hebt gelezen. Ik denk dat het vorig jaar mijn Engels boek was. Ik moest een boek voor Engels lezen. Ik weet niet meer welke dat was. Maar dat was het laatste boek denk ik, want ik lees geen boeken verder. Laatste programma dat je hebt gekeken, dat is dus Love Island, want dat heb ik hiervoor gekeken. Laatste persoon waarmee je hebt gepraat, dat is mijn moeder, die kwam net binnenlopen. Relatie tussen jou en die laatste persoon waarmee je hebt gesproken, nou ja, mijn moeder, dat is onze relatie. Favoriete eten is, dat vind ik echt heel moeilijk. Ik denk, ik hou echt van eten. Ik denk sushi, sowieso, dat vind ik echt oprecht heel lekker. En spaghetti carbonara vind ik ook echt onwijs lekker. Maar nasi vind ik ook heel lekker. En pizza. En eigenlijk alles. Welke plaats wil je nog een keer graag bezoeken? Nou, ik wil super graag een keertje naar Thailand. Of naar zo'n mooie plek. De Malediven, Bali, Thailand. Ik wil gewoon nog heel veel zien van de wereld. Gewoon, ja, het lijkt me gewoon echt super gaaf. De laatste plaats waar je bent geweest. Mijn huis. Hier, mijn bed. De laatste plaats. En als het echt vakantie is... Dan Parijs, afgelopen januari was ik daar met Milan heen. De laatste keer dat je iemand hebt gekust. Gewoon een kusje. Gewoon een kusje, kusje. Mijn moeder en echt gekust. Milan, ja. Dat is best makkelijk. Welke instrumenten bespeel je? Nou, ik bespeel geen één instrument. Dus dat is best wel simpel. Favoriete sieraad? Dat vind ik echt heel lastig. Want zoals je kan zien heb ik alles om. Nou ja, boven mijn ring heb ik niet om. Mijn favoriete sieraad is denk ik wel oorbellen. Omdat als ik geen oorbellen in heb, voel ik mezelf zo kaal. Ik weet niet, ik denk dat toch oorbellen. Laatste liedje dat je hebt meegezongen, dat was Zoutelanden van Bluff. Dus dat vind ik echt, ik kan echt niet zingen, maar dat is zo lekker om gewoon lekker vals mee te zingen. Heb je ooit een openingszin gebruikt? Nee. Ik zou er eigenlijk ook niet echt eentje weten. Ja, vroeger dan op de basisschool ging er allemaal verschillende bedenken en zo, maar ik heb ze nooit echt gebruikt. Nou, dat was deze video. Best wel snel doorheen gegaan, al zeg ik het zelf. Heb je nou nog andere vragen? Laat die achter dan in de reacties. Want dan ga ik binnenkort een aparte Q&A maken met vragen die jullie aan mij hebben gesteld. Ik hoop dat jullie iets meer van mij weten. Dat ik een beetje goed antwoord erop heb gegeven. Het waren wel veel vragen, maar voor mijn gevoel heb ik het echt super snel gedaan. Maar goed, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En de afgelopen weekvlog ook onwijs leuk vonden. En de komende weekvlog van Koningsdag ook heel erg leuk gaan vinden. Dus blijf zeker geabonneerd, want dan zal je geen één video van me missen. En tot de volgende keer. Oké, ik ben thuis van stage. En ik had jullie nog beloofd om te laten zien wat ik van Chiquelle heb gekregen. Chiquelle had mij benaderd, omdat heel veel YouTubers, je ziet de laatste tijd echt bij alle...